Wij zijn op de markt in Sint-Oederode. Normaal hebben ze de carnavalsoptocht iets eerder. Deze keer tijdens halfvasten. Wij gaan kijken. Ik zei net al tijdens ons intro, we zijn in Sint-Oederode, maar ik weet niet of ik dat nou ook mag zeggen. Nee, het is hier papgat, hè. En met al die fantastische clubs zitten wij hier gewoon de optocht met halfvasten doen. Ja, want dat is niet normaal, begreep ik. Nee, zeker niet normaal. Normaal is het altijd zondag met carnaval. Maar afgelopen jaar of twee jaar geleden ging dat niet, want er was een storm. Nou ja, vorig jaar ging het niet in verband met corona. Dit jaar waren de maatregelen te laat opgeheven, dus kon het ook niet. Maar de clubs en ja, de stichting hebben fantastisch hun best gedaan om te zorgen dat we toch een optocht hebben. Ja, en die heb je dan nu met half vasten. Heb je zelf dan ook halverwege het vasten? Ik ben ook halverwege het vasten, zou ik maar zeggen. Kijk, hoe groot is de optocht? Er zijn denk ik 15 deelnemers die meedoen en verschillende wagens, verschillende loopgroepen. En ik zeg, als je hier op de markt kijkt hoe het gedragen wordt, is ongelooflijk. De markt staat vol. Wat heeft een prins dan liever? De optocht op de zondag of deze? Nou, het mooiste is als je de optocht op zondag hebt. Maar ja, als je dan 3 jaar prins bent en het seizoen is zo apart als ons seizoen is geweest. Ja, dan is dit een kerst op de taart dat we dit nog mee mogen maken. 3 jaar prins, dat is volgens mij ook wel een unicum. Dat is de tweede keer dat het voorkomt, maar de vorige keer dat was in de jaren 60. Dus dat is al ontzettend lang geleden. Dus ja, mooi dat wij dat wel weer mogen meemaken. Dus deze prins gaat nog dieper de boekjes in als dat ze normaal al gaan. Ja, we mogen in ieder geval mooi de geschiedenis ingaan. Dus, en met zo'n afsluiting, fantastisch toch? Hoe heb je dan carnaval ondanks de geldende maatregelen toen toch nog ervaren? Nou ja, afgelopen jaar toen voelde het niet dat er maatregelen waren. Kijk, het programma was aangepast omdat niet alles meer op zo'n korte termijn geregeld kon worden. Maar het was gewoon weer echt als prins de carnaval beleven. Natuurlijk, hè? Ja, want hoe is de carnaval voor jou geweest? Ja, super. We hebben er toch wel van genoten, ondanks de maatregelen. Natuurlijk was het anders als, als normaal, maar het is gewoon een fantastische carnaval nog geweest. En is dit dan nou een dubbel feestje, een groter feestje of een extra feestje? Ik zou het meer een extra feestje willen noemen. Dus eigenlijk dubbel geluk? Het is meer een soort van afscheidstour na 3 jaar. Kijk, nou dan ga ik jullie nog één ding wensen, hè? En dat is een hele fijne optocht. Nou, wij jullie ook genieten van al wat je te zien krijgt en wat er allemaal neergezet wordt. Ja. Ik denk dat jullie hier zo'n aandacht aan besteden. En onthoud één ding. Met deze twee in de zaal gaat een stuiteren, dat is niet normaal. Kijk, dankjewel. Kom maar met mij mee, we gaan naar het café. We stellen gelijk mee, daar ben je blij mee. Shots of een roze, we nemen er nog twee. Ik ga jou vertellen. Jullie allemaal sponsen, maar hoe warm is het bad nou? Ga even mooi kijken. 33 graden. Ja, we moeten even daar gaan, anders dan zien ze het niet, hè? Dat is een mooie temperatuur. Ja, hè, dat vind ik echt wel een warm bad en dat voor deze tijd. Zeker. We gaan hem vandaag inhalen. Kijk, nou, fijne optocht. Dankjewel. Wat nu? De optocht nu? Ja, leuk weer, hè? We hebben het lang geleden, hè? Heeft u het gemist? Jazeker, ja. Ik kom altijd meestal boven met de ramen staan, hè. Ja, maar nu zitten we een keer lekker beneden in het zonnetje. Nou, we slaken weer, hè, tenminste. Maar als u mocht kiezen, hè, de optocht tijdens half vaste of tijdens carnaval? Deze tijd zo. Zo op half vaste? Nou, dan kan je lekker in het zonnetje zitten, hè. Kijk, nou geniet er nog van en wij vinken hem aan. Ja, dankjewel. Ben jij nou ook de joker? Nee, geen joker. Welke kaart ben jij dan wel? Allemaal. Ja. Hoe is het nou om nou de optocht te lopen? Leuk. Het is wel lekker weer. Ja. Heb je hem al vaker gelopen, de optocht? Ja. En is er dan een verschilletje met normaal? Ja, want het is veel kleinere ronde. Het is een veel kleinere optocht, maar daardoor is hij niet minder leuk, denk ik. Nee. Kijk, hele fijne optocht. Ja. Ik ga lekker en ik ga ervoor. Hoe vinden jullie de optocht? Ja, ik vind het wel leuk. Leuk. En wat maakt de optocht dan leuk? Ja, alle muziek die er wordt gedraaid. En als je dan moest kiezen, hè? De optocht nu of normaal met carnaval? Met carnaval. Met carnaval. Zetten wij een vinkje en dan is het 1-1, dames en heren. Zijn we geschikt of niet? Ja, ik vind dan wel. Ik hoor. Ja? Ja, zeker. Ja, leuk. En dat doen wat we. Betekent dat dan nou? Nee, maar dat gaat vanzelf. Oh. Dat gaat hier wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Nou, daar kunnen we het dan mee doen.
Tot volgend jaar dan maar. Ja, dit was de optocht. Ik ben geschikt gevonden voor in de Raad van Elf. Nou, daar gaan we nog wel zien of dat ook echt gaat gebeuren. Verder hebben we een klein onderzoekje gedaan. Niet alle mensen die we gevraagd hebben passen erin. Maar als ik alles bij elkaar optel, dan willen de mensen hier toch graag... Kijk, dan willen de mensen hier toch graag de optocht normaal met carnaval. Dankjewel voor het kijken. Een blauw duimpje zou leuk zijn. En vanuit Sint-Oederode, oftewel Papgat, zeg ik houdoe!